Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. We gaan zo ook naar die beelden kijken, want Filemon heeft jou gefilmd van hoe jij daar aan het werk bent. Maar eerst even kort, van waar liep jij tegenaan op school? Wat waren de uitdagingen die je had? Je hebt ook autisme. Ja. Nou, het is vooral omdat ik vond school eigenlijk heel eng. Ik had eigenlijk niet echt per se een reden daarvoor, maar vooral omdat de klassen heel groot waren en heel veel leeftijdsgenoten. En die zijn natuurlijk allemaal heel anders. Ja. En ik was dan eigenlijk het meest anders, zou ik maar zo zeggen. Ik was vrij heel erg stil en onzichtbaar eigenlijk. Durfde echt helemaal niks. Nee? Nee, vooral presentaties waren echt heel erg voor mij. Dus, maar je doet het nou goed. Ja, dat is nu ook. Nu doe je het gewoon alsof het niks is hier. Ja, dat... Je vertelt er heel makkelijk over. Ja, maar dat komt ook wel door DigiBende eigenlijk. Ja, DigiBende, want daar gaan we het ook over hebben. Dat is eigenlijk een soort ontwikkelcentrum voor jongeren, voor scholieren, maar ook iets oudere jongeren die niet meekomen op school of op werkgebied. We gaan even kijken naar de beelden die Filemon ook van jou heeft gemaakt. Wat zijn jullie nu aan het doen? We hebben een robotarm ge-3D print. Ja. Die hebben we nu aangesloten aan een mengpaneel. Ja, een mengpaneel. Waar ben jij mee bezig? Dit is een soort van stoplicht, zeg maar. Ja. En wat wil je er uiteindelijk mee maken? Uiteindelijk wil ik LED-light achteraan maken. Dus daarom ben ik eerst met de lampjes bezig om te kijken van hoe dat nou eigenlijk moet. Waarom werkt het zo goed voor jou daar? Ja, dat vraag ik me soms ook wel heel erg af. Maar je hebt het heel erg naar je zin. Ja, ik... Ik voelde eigenlijk al vrij snel me heel erg veilig en mezelf daar. Ja. Dus... ja. Vind je het mooi om daar beelden dan ook van te maken? Ja, ik werk daar ook 2 dagen. Dus, 2 dagen? Ja, omdat ik het zo'n ontzettend mooi en goed project vind. Omdat we hebben echt jongeren, van die verhalen van... ik zit al een paar jaar thuis, ik heb helemaal geen vrienden meer, helemaal geïsoleerd. En die komen daar dan en die met vakspecialisten in kleine groepjes... leren ze dan bijvoorbeeld programmeren of digitale muziek maken... of allerlei zaken uit de digitale wereld. Ja. En dan zie je als je daar veel rondloopt, die jongeren echt opbloeien. Fantastisch. Want die hebben vaak enorme traumatische schooltijd meegemaakt... met pesterijen, allemaal dingen. Ja. En dat is dus heerlijk om ze daar echt in hun kracht te zien. En we hebben zelfs 1 jongen en die was helemaal opgegeven, kwam binnen. En die heeft nu een contract in Silicon Valley getekend... Zo. Voor 10.000 euro per maand. Wow. Om daar met zo'n heel goed high-tech bedrijf te werken. Dat is ook wel iets voor jou, denk ik, Merke. Misschien. Ik had het met Filemon erover. Ik ken het.